is de Rode Paperclip. En normaal gesproken doet Remco de Vaan dit programma. Hij is nu eventjes een paar dagen op vakantie. Hard gewerkt. Hartstikke goed ook. Nou, natuurlijk moet de Rode Paperclip doorgaan. Want het gaat dus om de kindjes die heel graag naar Villa Pardoes willen. En Villa Pardoes, dat is een stichting die bij de Efteling zit. Het is geen onderdeel van de Efteling overigens. Kinderen die ziek zijn kunnen daar een week onbezorgd gewoon vakantie vieren. En ze zijn gefaciliteerd op alles. Dus dat is een fantastische stichting. Nou hebben we bedacht de Rode Paperclip. Enerzijds zijn we dus aan het ruilen. We ruilen dus artikelen die we op straat. Dus we zijn ooit begonnen met een Rode Paperclip. Die hebben we geruild tegen bijvoorbeeld een pen. En die pen hebben we geruild tegen een boek. En een boek hebben we geruild tegen een schilderij. Een schilderij tegen drank. Een onderdeel van het programma is deze reeks. Mensen die of 5 euro gedoneerd hebben, die krijgen dus een paperclip. En uiteindelijk moet het een hele lange slinger worden. Nou, iemand heeft dat programma gezien en daar sta ik ook nu op de Kleine Elst, nummer 22, bij SGS, de Sint Gotthard Schoonmaakdiensten. En ik ga even voorlezen wat Sjaak van Schadewijk, ik moet hem even zo houden, heeft geschreven. Heren, complimenten voor jullie televisieuitzendingen. Mooie en interessante programma's. Zo ook het programma De Rode Paperclip, die ervoor zorgt dat zieke kinderen een leuke vakantie kunnen hebben. Chapeau dat jullie dit onderwerp aandacht willen geven aan een televisieuitzending op TV73. Volgens jullie programma komen jullie ook donaties ophalen bij bedrijven en particulieren. Wij willen dan ook graag een donatie geven. Graag zien we bij jullie bij ons op de koffie. Bedrijvigheid hier, de vrachtwagens die scheuren hier om je heen. Hij heeft zijn telefoonnummer erbij gezet en we hebben gezegd, nou één deze dagen komen we langs. Sjaak van Schadewijk, directeur en kwaliteit meetinspecteur van SGS Schoonmaakdiensten. Dus we staan hier op de Kleine Elst, nummer 22 in Rosmalen. En ik ben benieuwd wat Sjaak over heeft voor één paperclip om deze paperclip ketting langer te maken. En uiteindelijk hebben we een mooi bedrag voor Villa Pardoes. We gaan aanbellen. Hier het doosje met paperclips. Hij mag zelf een kleurtje kiezen. Het heeft dus totaal niet te maken. Het is echt kleurrijk. Zo kleurrijk als het leven eigenlijk zou moeten zijn. Dat is een beetje de insteek van gekleurde paperclips. Die begonnen is aan de bovenkant met een rode paperclip. Hey. TV 73. Goedemorgen al. Je hebt ons verwacht, hè? Ja, inderdaad. Mogen we binnenkomen? Ja, zeker, kom binnen. Welkom. Nou, dankjewel. Ik had je mailtje gehad, dus ja. Daar wil ik het even over hebben met je. Nou, graag. Graag. Oké, okay. Gaan we hier naartoe? Ja, mag. Is dit je kantoor? Dit is mijn kantoor. En je mag hier naartoe, je mag ook naar boven. Meer ruimte, meer licht. Dus zeg maar weer graag wel. Ik wil eerst even hier staan, dan gaan we daarna prima, naar boven. Dat is prima. Ik wil het toch eens eventjes hebben. Ik zal het mailtje even apart leggen, want jij kent als geen ander de inhoud van het mailtje. Ja. Waarom heb je ons geschreven? Nou, allereerst vond ik het een fantastisch programma. Ik heb het van de week gezien. Ik vond het geweldig. Ik vond het initiatief geweldig. Ik vond het zeker naar de groep voor de kinderen die ziek zijn. Villa Pardoes, ja, dat is een groep die je niet mag vergeten in de maatschappij, vind ik. De jeugd heeft de toekomst. Erg genoeg al dat die kinderen ziek zijn. En ik vind als wij Bossenaren en de bedrijven daarin, ook al is het een moeilijke tijd, want we zitten in een crisistijd, we hebben er allemaal mee te maken. Maar als we toch allemaal een steentje bijdragen, dan komt ook die groep zieke kinderen aan de beurt om iets leuks te doen. Nou, ik heb zometeen nog een hele belangrijke vraag aan je. Ik ga hem nu nog niet stellen, want dat is een beetje, zou ik zeggen, mijn bonusmateriaal dat ik heb. Het heeft met een opdracht te maken. Oké. En die moet je even onthouden. Dus ook achter de camera, de mensen, voordat ik het vergeet, denk aan het woordje opdracht. Laten we naar boven gaan, want de ketting die wordt al langer. Je krijgt zometeen ook een paperclip die je kunt uitkiezen. Die komt aan die ketting te hangen. En ik hoop eigenlijk op het moment dat die 2 meter is, die ketting, dat we een mooi bedrag hebben, zodat een aantal gezinnen zorgeloos even hun kop kunnen leeggooien. Ik hoop het mee. Dus. Oké, ik volg jou. Ja, ik ga voor. Nee, nu we er toch zijn, Sjaak, SGS Schoonmaakdienst. Hoe lang bestaan jullie al? Wij bestaan er sinds 1968, opgezet door mijn ouders. En ja, in 1989 eigenlijk overgenomen van mijn vader. En die helaas een aantal jaren is overleden. Wij zetten de zaken voort. En inmiddels mag ik zeggen met heel veel vreugde met mijn beide zoons daarin. En
En dat gaat naar ons mening en ons idee eigenlijk best wel goed en gezellig en fantastisch. Ja, fantastisch. Jij gaat zo meteen een donatie doen, maar ik wil toch even tegen de mensen zeggen van ja, verkapte reclame, leuk. Maar dat is niet zo, want je levert niet aan de particulier. Je doet alleen maar overheidsdiensten, gebouwen en instellingen. Dus mensen die denken van dat hier reclame gemaakt wordt omdat misschien wel iemand even wat schoon moet maken, dat is er niet bij. Dit komt recht uit het hart. Juist. Heeft absoluut niks met reclame te maken. Dat is ook totaal niet mijn intentie. Wat ik al gezegd heb, ik heb het programma van jullie gezien. En wat mij aanspreekt, dat is dat de kinderen die ziek zijn, Philippe Pardoes, dat we die een leuke dag kunnen bezorgen. Nou, laten we daarvoor gaan. Ik denk toch dat ik eerst moet beginnen zometeen met de kleurkeuze. Ik denk niet dat jij roze gaat pakken. Nee, nee. Zo ziet het er niet uit. Zo ziet het er niet uit. Wel een lekkere vent, maar roze. Denk ik niet. Mooie kleur, maar ik ga inderdaad niet voor roze. Jullie programma heet De Rode Paperclip. Dus je pakt hem rood. Dus ik pak hem rood. Nou, hartstikke goed. Dus die gaan we aan deze kant, dat mag je zelf doen, er even aandoen. Dus die ketting wordt alsmaar langer. Dat had van die mooie momenten. Weet je, het is ook, zal ik maar zeggen, de kleur. Het zijn verschillende kleuren en eigenlijk zou het leven één groot kleur moeten zijn. Alleen bij sommige kinderen is dat helaas niet het geval. Nee. Vandaar dat we ook gekleurde paperclips gebruiken. Nou, weer een stukje langer. We weten eigenlijk nog niet wat je gaat doneren. Dus alles is welkom. We zeggen mensen op straat van, joh, eigenlijk vanaf 2 euro, want er zijn mensen die 2 euro hebben gegeven. Wat je kunt missen, dat is natuurlijk hartstikke welkom. Hoe meer, hoe liever. Dus hoeveel ga jij doneren voor dit prachtige doel? We hebben meerdere organisaties en fondsen waar dat we iets voor doen. En we hebben gemeenten in deze een donatie te willen doen van 100 euro. Nou, dat is fantastisch. Ja, dat is geweldig. Geweldig, sprakeloos, hartstikke mooi. 100 euro die op de pot gaan. Ik zie ook dat je je portemonnee aan het trekken bent. Ja, maar even kijken. Je vier. Nee, maar mannen woord te woord. Het is helemaal goed. 100 euro, weet je, we hoeven dat niet in beeld op tafel te leggen. Je hebt het gegeven, doen we zo met achter de camera, doen we dat wel. Sta jij bij stil in het leven? We hebben het nu over kinderen gehad, maar zijn er dingen waar je wel vaker over stilstaat van, goh, dit zou toch eigenlijk anders moeten? Waar kun jij je druk om maken? Oneerlijkheid. Oneerlijkheid. En waar sta je dan bij stil? Het bij elkaar, met elkaar en bij gezondheid. Dat is het belangrijkste. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Al het andere telt niet, hè? Nee. Je kunt zeggen, je kunt alles hebben. En je kunt alles willen en kunnen doen. Maar als je geen gezondheid hebt, dan heb je eigenlijk niks. Ja, dus met andere woorden, hoeveel succes staat tegen hoeveel gezondheid? Ja. Dus succes is niet zo belangrijk. Totaal niet. Ik bedoel, je moet succes en je wilt succes. En je wilt van alles in het leven. En mensen zijn mensen en willen steeds meer. En mijn vader die had een uitspraak. Mensen hebben 1000 wensen. Een zieke mens heeft maar 1 wens. Ja, dat klopt. Ja, mooie uitspraak. Dat is gezond. En niet anders. Ja, en dat is het. Sjaak, ik heb toch nog een vraag. Hè? Na die 100 euro, dat is fantastisch. Jij hebt ongetwijfeld binnen jouw kring van vrienden en bekenden en kennissen, heb jij ongetwijfeld iemand die wil opzadelen met een bezoekje van TV73 voor de Rode Paperclip? Heb ik binnen mijn klantenbestand vrienden, kennissen, mensen die ik daarmee wil opzadelen? Dus... Ja, wij willen daar naartoe en het enige nadeel is dat hij tenminste 1 euro meer moet geven dan wat jij hebt gegeven. Dus je mag hem straks ook bellen van, nou, wat ik nou toch weer heb gedaan. De camera mag ook even uit, hoor, weten we? Even uit. Hop. Nou, we weten het. Inmiddels zei Donald Trump gebeld. Die kon niet, hè? Nee, die kon niet. Die was niet bereikbaar. Maar we hebben zeker wel een ander bedrijf die de samenwerking wil verlenen. In een soort estafetteplan, zoals ik het maar zal noemen. Ja, is het ook. En dat is Cor van Gulik, directeur van Gemdraai. En Gemdraai zit gevestigd op het bedrijventerrein in Empel. Nou, dus daar gaan wij dan naartoe. Dus de estafette die aan het vervolg gaat meedoen voor de rode paperclip. Nou, hartstikke goed. Dus eigenlijk, en Cor heeft ook contacten genoeg om hem weer door te schuiven. Dat lijkt mij wel. Hartstikke goed. Fantastisch. Goed hart. Leuk bedrijf. Dankjewel voor, want we inmiddels hebben ook even een lekkere bossenbol gekregen en koffie. Ja. Het is allemaal weer opgeruimd. En goed hart is godhart, hè?
Want het is SGS, Sint Gotthard, Schoonmaakdienste. Dus Goedhart, Gotthard. Goedhart, Gotthard, het komt helemaal goed. En met carnaval doe je ook nog een beetje muziek maken? Ja, zeker. Met de Oedeldonkse dagen zijn wij zeker aanwezig in het Oedeldonkse. Dus met heel veel plezier. Met welke club? Wij gaan altijd met Netzot Oeteldonk gaan wij het vieren. Nou, fantastisch. We komen elkaar zeker nog tegen. Dankjewel voor deze geste, voor de ruime schenking. De ketting wordt langer, maar we doen het met elkaar voor de kindjes. Dankjewel en heel graag tot de volgende ronde. Prima, dankjewel en graag gedaan. Nou, fantastisch. De estafette paperclip ketting wordt steeds langer. En nu zijn we echt on the road. En we gaan de volgende keer naar het volgende bedrijf. En natuurlijk krijgt hij ook weer de opdracht om iemand te vinden die het doorlegt. Als de ketting 2 meter lang is, dan gaan we met het complete totale bedrag richting Villa Pardoes. Dan laat u nog even kennis maken met de mensen die daar werken en wat voor goed zij allemaal uitrichten. Tot zover de rode paperclip. Kijk ook eventjes naar de volgende van Remco, want hij moet nog eventjes het spul van Barik gaan ruilen tegen iets van meer waarde. Daar gaan we nu naar kijken. Remco, ruil ze.